Joop Hiele, gisteren verliest Nederland weer. Nu met 2-0 van IJsland. Is het crisis bij Nederland? Nou, in ieder geval is het niet een goed uitgangspunt. Ik denk dat ze zeker tot aan de laatste wedstrijd geen punt meer mogen verliezen. Nee, maar ze hebben nu weer verloren. Waar ligt het volgens jou aan? Ja, ik denk dat het een drieluik is. Als ik nu de media een beetje hoort en de zogenaamde analisten allemaal, dan wijzen ze allemaal één kant op. En dat is richting Hiddink. Dat vind ik een beetje kortzichtig. Ik denk dat er drie poten zijn waar je best kritisch naar mag kijken. Dat zijn de spelersgroep. De spelersgroep die maken een aantal fouten waarin goals vallen die eigenlijk niet mogen. Op dat niveau. Ze hebben een fantastische prestatie in de WK verricht. Er zijn een aantal jongens die zijn getransfereerd naar mooie grote clubs. Ik denk dat 1-1 opgeteld in die situatie, dat veel energie kost bij deze jongens. En die komen ze bij het Nederlands elftal in het gespreid bedje, om het zo maar te zeggen. Ja, dan heb je kans dat er wat focus weg is. Dat blijkt uit de goals, vind ik. Het tweede pootje is de technische staf. De staf in zijn totaliteit, ja, die is samengesteld. Nou, doen die het wel goed of doen die het niet goed? Raken ze wel of niet de goede snaar? Nou, in eerste instantie zou je zeggen, zoals nu de situatie is, zeg je van nou, dan mag je je vraagtekens bijzetten. En de derde, en dat is denk ik de allerbelangrijkste, is de KNVB zelf. De KNVB zelf heeft een keuze gemaakt om iemand aan te stellen. Heeft ook de vrijheid gegeven wat ze elke keer doen. En wat ik denk dat gewoon slecht is, om de vrijheid te geven van invulling. Maar bijna een totale invulling. Er komen steeds nieuwe mensen in die zeg maar de visie van het Nederlandse voetbal moeten uit gaan dragen. En die zijn altijd gerelateerd bijna aan een bondscoach. Ja, ik vind dat een slechte zaak. Dat geeft aan dat er binnen de KNVB geen mensen, sterke mensen zijn, geen echt gezicht is. Die de voetbal van Nederland kan promoten en ook door kan ontwikkelen. Ja, want Bert van Oostveen, hè, die heeft vandaag aangegeven, we gaan sneller dan verwacht evalueren met de technische staf. Wat denk je er wat uit gaat komen? Ik durf het niet te zeggen. Kijk, meneer van Oostveen is een van de mensen geweest die mede bepalend is geweest in keuzes. Nou ja, dan zal hij ook zijn eigen functioneren ter discussie moeten stellen. Of zeer zwaar moeten analyseren. Ja, dus niet alleen de technische staf, maar ook zeker zichzelf. Ja, ik denk dat hij goed naar alles moet kijken. Absoluut. En als we de spelers even doornemen, is het spelersmateriaal dan gewoon eigenlijk niet goed genoeg? En hebben we op het WK gewoon boven verwachtingen gepresteerd? Nou, laten we eerlijk zijn. Elk toernooi, ook de toernooi die ik zelf gespeeld heb, heb je geluk nodig. En dan valt het kwartje de goede kant op. En als je wat minder geluk hebt, valt het de verkeerde kant op. Dit jaar is het gewoon zeer goed de goede kant op gevallen. Want als we eerlijk zijn, Spanje, vlak voordat de 1-1 valt, moeten ze eigenlijk op 2-0 komen. Nou, dan wordt het al een moeilijk verhaal. We hebben met de billen tegen elkaar gezeten tegen Australië. Chili is ook niet al te makkelijk gegaan. En daarna is het pas weer wat gaan lopen. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met 88. En dat neemt niks weg van het feit dat ze een fantastische prestatie geleverd hebben. Hè? Zowel de stafleden, de alle mensen die eromheen zijn en de spelersgroep. Dus dat geeft ook aan dat ze over bepaalde kwaliteiten beschikken. En ik kan me niet voorstellen dat je binnen 3 maanden die kwaliteiten niet meer hebt. Nee, en dan zou je zeggen, Kazachstan, IJsland, dat zijn wel kleine landen, daar moeten ze over kunnen winnen. Nou ja, ze zijn in ieder geval klein, of ja, behoorlijk wat kleiner dan de eerste tegenstanders die ze in de poolwedstrijden voor de WK hebben gehad. Dus wat dat betreft zou je daar tot die conclusie moeten komen. Maar ik zeg al, je ziet wel heel vaak na een WK dat er een hele hoop veranderingen plaatsvinden rondom jongens. Dat kan zijn in de status die ze bij de eigen club hebben. Het kan zijn dat ze getransfereerd worden. Nou, zeker als je transfer maakt, ja, dan komen er zoveel dingen op je af. Er moeten zoveel dingen geregeld worden. Je moet je eigenlijk zo ongelooflijk aanpassen. Dus zowel privé als op sportief gebied, als werk, ja, lopen die gasten op de tenen. Nou, op het moment dat je dan terugkomt in een omgeving wat herkenbaar is en wat veilig is, ja, kan het zijn dat er een bepaalde focus wegvalt. Ja, en terwijl ze eigenlijk maken als je de goals analyseert, wordt er ook wel gewoon persoonlijke fouten gemaakt. Ja, dat gaf ik net al aan. Ik kan me niet voorstellen dat je daar een technische staf volledig op af kan rekenen. Nee, en even over de keepers. Jasper Cillessen, ik geloof dat hij nu 23 penalties of zo achter elkaar gingen erin. Ja, is dat toch echt iets wat je moet kunnen? Ja, ik ken een behoorlijke goede keeper. Volgens mij is iedereen ervan overtuigd geweest dat eigenlijk wel een van de betere keepers van de wereld was op een gegeven ogenblik. Hij heet meneer Van der Sar, als ik het goed heb. Ik geloof dat hij 10 jaar het nationale elftal gespeeld had en had nog geen penalty tegengehouden. Totdat hij in 2004 op de EK in Portugal in 1 keer penalty tegenhield. En toen was het in 1 keer stil. Dus ik heb daar niet zoveel mee. Nee, ja, en bij Manchester United natuurlijk, hè, pakte hij nog... Ja, maar dat was daarna pas hoor. Want in die tijd, in 2004, speelde hij nog bij Fulham. Ja, klopt. Maar het is dus aan te leren.
Nou, het is ook een stukje gevoel, een stukje ervaring, een stukje vertrouwen in zo'n situatie. Nou ja, dat is dus op een gegeven ogenblik, kan het de goede kant opvallen, absoluut. En nog even over het Nederlands elftal, denk je dat ze zich nog kunnen kwalificeren? Ik bedoel, de eerste twee en misschien ook de eerste drie gaan door, dus het moet eigenlijk wel goed komen, toch? Volgens mij gaan er 30 door, of 24 of 30 door. Dus als ze niet door zouden komen, zou het een blamage zijn. Maar net wat ik zeg, als je gewoon direct door wil komen, ja, dan mag je tot de laatste twee. Dat is volgens mij Kazachstan en Tsjechië thuis. Of Tsjechië uit, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval Kazachstan en Tsjechië. Ja, daar mag je in die tussentijd mag je eigenlijk geen punten meer laten liggen. Moeten ze dan het systeem weer omgooien naar dat WK-systeem, zeg maar, van Van Gaal? Ja, ik word een beetje moe van al die vakjes en systemen. Het is net omdat je. Dat is Nederland eigen, hè? We stoppen wat in een vakje en dat is het dan alleen maar. Ja, ik geloof dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. En of je nou 4-4-2 speelt of 5-3-2. Het is de kwaliteit en de individu die het aangeeft hoe het ingevuld wordt. En je kan 4-3-3 spelen en dan is het nog een back die een bepaalde individuele kwaliteit heeft, waardoor die iets teweeg kan brengen. En dat geldt voor elke speler en dat staat los van een systeem. Het enige in een 5-3-2 systeem zou je kunnen zeggen dat de achterin wat minder ruimte is. Zodat de achterhoede wat minder ruimte hoeft te belopen en minder rugdekking aan elkaar hoeft te geven. Waardoor het misschien, en dat druk maar eens zwak uit, misschien wat makkelijker wordt voor ze. Dat is dan meer tegen wat zeker tegenstanders. Want tegen IJsland dan moet je misschien wel met 3 verdedigers makkelijk kunnen winnen, toch? Ja, daarom zeg ik. Ik denk dat je moet kijken naar welke tegenstander je zit. Van Gaal heeft toen ook, is ook overgeswitcht naar 5-3-2 in de WK. En dat is uitstekend opgepakt. Maar nogmaals, tegen Spanje speelde je het ook. En dan kan je gewoon met 2-0 achterstaan. En misschien zelfs wel met 3-1 in de rust. Dus je moet ook een beetje geluk hebben op het moment dat je het gaat doen. Dus crisis of geen crisis? Zo zwaar wil ik het niet noemen, want ik vind op het moment dat drie mensen roepen dat het is crisis, dan hangen er al grote, dikke, zwarte wolken overal boven. Maar het is wel tijd om goed na te denken met elkaar. En dan bedoel ik ook echt iedereen. Oké, helemaal goed.